Op basisscholen gebeurt het pesten meestal nog mondeling. Dit pestgedrag is meestal uitschelden, beledigende grapjes maken, bijnamen gebruiken of iemand uitsluiten. Niet mee mogen doen. Dan werd je vaak buitengesloten of je mocht niet meedoen of je was anders dan de rest. Maar ja, maar op deze school is dat niet. Ik vind het fijn dat ik nu niet meer alleen op het schoolplein zit, maar samen ben. Dat ik soms, ik word soms wel vaak stekel genoemd. Om leerlingen weerbaarder te maken tegen dit pestgedrag, krijgen alle leerlingen van de hele school rots- en waterlessen. De vuist staat voor een rots. Sterk staan en voor jezelf opkomen. De andere hand is een open waterhand dat staat voor meebewegen en samenwerken. In de lessen is veel aandacht voor fysiek handelen. Ja, je bent veel meer aan het doen. Dat is ook fijner dan de hele tijd praten in een kring. Een van de oefeningen is grenzen stellen. Joe is heel zacht. Wat dat betreft minder weerbaar als Jack, zeg maar. Maar hij durft wel zijn grenzen aan te geven. Dus er is echt wel een groei daarin gemaakt. Op enkele middelbare scholen in Nijmegen is digitaal schelden en roddelen momenteel een probleem. Vroeg met weerbaarheidstraining beginnen blijft daarom noodzakelijk. Nou, ik heb toevallig gisteren een mail gekregen van de middelbare school van mijn oudste. En ik merk aan mijn oudste zoon dat hij daar eigenlijk daar niks van meekrijgt. Gewoon omdat hij weerbaarder is gaan staan door de cursussen die hij hier op school heeft gekregen. Ja, hij was makkelijk beïnvloedbaar. Hij is nu met meer zelfvertrouwen van deze school afgekomen, waardoor je hem minder kan beïnvloeden. Mm-hmm.